ondertussen op GDHQ deze week met een update. We gaan stoppen! Nee, schapje, we gaan nooit stoppen. Dit is een update over de apps, want zoals jullie misschien weten hebben wij apps. We hebben apps voor iPhone, Android en Windows phones, eigenlijk voor alle platformen. Ga die vooral downloaden als je dat nog niet gedaan hebt, maar als je een iPhone of Android app hebt, is het helemaal mooi en je gebruikt die al veel. Want die krijgt namelijk binnenkort een update. Aankomend weekend op de iPhone update en heel snel daarna ook de Android update staan eigenlijk allebei al zo goed als klaar. En er zitten een aantal verbeteringen bij, sowieso is het laadscherm wordt wat flashier, wat mooier. Maar de grootste verbetering eigenlijk ten opzichte van de vorige app is dat je nu alles in breed beeld kunt gaan bekijken. En dat betekent dat je gewoon je scherm kunt draaien, voilà, en je krijgt gewoon alles te zien op een mooi breed scherm. Andere updates zijn onder andere de trailers vanuit artikelen. Die wilden niet laden, dat werden bij ons gewoon screenshots. En dat zijn nu gewoon, kun je die trailers direct starten. Ik pak nou weer net een artikel, en Hot and Not is trouwens toegevoegd. Ik pak trouwens net een artikel waar weer geen trailer in staat. Dat is wel weer heel slim. Hier staat die. De trailers doen het. De YouTube trailers gaan op HD ook. Dat is ook nieuw, dat was een beetje vervelend. Kijk, hier krijg je gewoon direct gewoon bam. Kijk eens even hoe vet. Er komt in één keer komt de video review omhoog. Het ziet er allemaal fantastisch uit. Kijk eens, kun je ook gewoon draaien. Oh, daar nies ik. Hahaha. Anywho, dat soort updates. De icons worden vernieuwd. Want heel veel mensen zeiden ja, maar die nieuwtjes of die icons van het GN-logo en het zoeklogo en hieronder waren kartelig. Dat klopt ook. Dat is niet meer het geval. Zelfs voor iPhone 6 doen ze het. En dit geldt overigens ook allemaal voor Android. Voor Android wordt het ook geüpdate. Kortom, aankomend weekend krijg je een berichtje op je iPhone en iets naar op je Android van er is een update available. Download die. En als je sowieso de apps nog niet hebt, download ze sowieso. Want het is gewoon GamersNet. In het klein, in de stijl van GamersNet zoals die volgend jaar gaat verschijnen. Het nieuwe GamersNet. Dus daar krijg je ook al een voorproefje op. Kortom, de updates van de apps. Ze komen eraan. Windows Phone komt er iets later. Maar Android en iPhone komen dit weekend en iets daarna. Tot zover dit bulletin. Oh, nu had ik echt mijn bril moeten hebben. Dat ik zou kunnen... Dat is bril. Ik weet niet, op de boeken denk ik. De boekbespreking doen van Dragon Age boeken. Heb jij een Volkskrant ook bij je, Tom? Een krant voor of de VPRO-gids. Extra. Ga ik die even nu heel interessant lezen. Ik heb geen app, dat kan ik tussen. Sure. Ach, NFC carrière. En hier ook download de apps, dan worden wij blij. Dan ben jij het ook.